van jonk af al met muziek groot geworden in die huis. Vooral harde rock en heavy metal en baie bluesrige goed soos Hendrix en goed soos dit op. En ja, het was een lekker family. Klomp kunstige mensen, klomp hardkoppige mensen, maar dat is cool, want het help je om harder te werken op je einde van die dag om net je beste te bereiken. Dus een lekker family geweest. Ik was baie meer amper op een medische richting geweest. En toen net, toen ik klaar maak met matriek, toen besluit ik, ik moet leren waarvan ik niks weet nie. Want ik heb alles geleerd op school, wat ik wou geleerd het, en het half mijn direction gegeven, maar dat was een hele wereld van kunst wat ik nog gediscover heb. Toen swat ik muziek, toen begin ik jazz swat, gitaar gejol, en toen in het tweede jaar toe begin ik net bass jol voor bands op, want ik heb die noten verstaan en ik heb gedacht dat het niet zo moeilijk is. Die eerste keer toen ik een bass optel, dat is die lompste instrument dat ik nooit in mijn leven zal spelen, want ik is klein en daarin is het erg baie groter as ek. Maar nou hier sit ek en ek is nou bassplayer en ek jol nou vooral, want het is nou maar een stap net in die ander band en een ander band en ander band, en ander band. Finally is ek nou op die punt waar ek wil wees met die kunst en die muziek, want dit is voor mij alles. Je weet, oorals, als iemand een bassplayer koort, dan zal ik try speel waar ik kan, want ik denk enige ander playing situation maakt mij, verrijkt mij music wise. En al die goeders wat ik kan leren of grijpen of steel, if you will, kan ik op die einde in mijn focuspunt waar die Black Hat Bones is inzetten. Ek is so mal. Ek het gister hier die hele plek bietjie strei, bietjie op horings gehad, allemaal bietjie beskree en besing met Manowar en goed. Ek hou nie nog van veel te wees. Dus, jy kan jezelf op enige plek entertain. Al is jy in 'n donker kamer, kan jy dit vir jezelf lekker maak. Op die stage is het meer die party deel van dit. Daar het ons nou gewerk tot op die punt waar ons het kan celebrate. Ons klim in ons kar en ons ry na die venues toe, reg oor die land, en ons vat ons music van, jy weet. Ons speel vir ons wys vir hulle waar die energie lê van die bands. Ons is nogal die hard fans, ons is soos die metal fans van die rock en die blues community. Hulle sal soms verstaan tot die dood doen. Dit beteken heavy baie. Ons allemaal sit alles uit, jy weet, dit is rarig. Dit is wat ons doen. Dit is cool, die reward is incredible. Ek een verskriklike wonderlike vrou wat my heeltemal support met alles wat ek doe. Dus ons is so lief, daar is niks wat tussen dit gaan kom. Piet Boot wat lang terug vir my ding vertel van rock discipline. Elke band drink, elke band party, elke band, jy weet, wil die rockstar en die showman ding doen, maar jy kan nie die hele tyd dronk wees in jou goede nie. Dit is unfair teenoor jou audience. Want na die tyd wil hulle ook nie een nuchter ou hê wat worry oor die show nie. Hulle wil een ou hê soms wie hulle kan party. Ek dink dis ook die een magic van die bands, as die mense like, laat hulle sommer tos gaan party. Dis een baie musikale playground, maar dit vir ons as een band en een image, gaan ons nou maar net daar een bietjie harder weer met werk vir die volgende jaar. So dis great, want dit beteken dat ons weer beter gaan wees oor die jaar, want ons al die goed wat ons gaan doen, werk. Dis maar een ding wat rol, en Rolling Stones dan gather in die mos, so sou maar skoon klip vir die volgende 10 jaar, weet. Band begin daar na school en ons haar gegroei en ons denims geskeer en ja, dit is maar, dit gaan in klein dorpies met band owns met haar en denims. Asse, dit is Andreze van die Black Hat Bones, jy kyk MK Bestemming, subscribe aan die kanaal hierbo, check vorige malligheid episodes daarbo en drop ons een comment hieronder en sê vir ons waar en as jy die meeste uit, vir Strap 2014.